En hij onderstuurt gewoon heel laat. Dat merk je zelfs in deze hele krappe haarspeldbochten. Dit is echt wel een auto waar je fors tempo mee kunt maken. Ik sta hier in Zuid-Frankrijk op een fantastische bergweg met een toch wel heel aantrekkelijke nieuwe auto. De nieuwe Audi A5. Audi heeft besloten tot weer een nieuwe type benaming. Dat hebben ze al een keer eerder gedaan met die motoraanduidingen. Nu doen ze dat gewoon zelfs met de type aanduidingen. Ja, na 30 jaar moeten we dus gewoon de A4 uitzwaaien. Maar we zijn hem niet echt kwijt, want hij staat hier gewoon en heet vanaf nu A5. Die A5 is in feite een iets gegroeide A4. Ja, nog even over die typeaanduidingen. Die 5, een oneven aantal, staat dus vanaf nu voor auto's met verbrandingsmotoren. De even nummers, dat zijn auto's met elektrische aandrijflijnen. De A5 is er met een beperkt motoraanbod. Dat zien we in deze tijd waar elektrificatie en hybride motoren samen zeg maar een beetje de markt moeten verdelen steeds vaker. Een beperkt aanbod van motoren. Simpelweg om die kosten laag te houden. Bij deze A5 zien we benzinemotoren. Een 2 liter TFSI met 150 pk is de basismotor voor deze nieuwe A5. Dan heb je ook nog een 204 pk versie. En je hebt nu ook een S5 en die S5 heeft 367 pk, haalt dat uit een 3 liter zescilinder en dat is het voorlopig. Begin volgend jaar komt daar nog een plug-in hybride aanbod bij, ook in twee varianten. Eentje 299 pk en de andere 367 pk met een elektrische actieradius van zo'n 100 kilometer. Belangrijk om ook te zeggen is dat deze auto ook geleverd kan worden, de basismotoren niet, maar wel de S5 met een milde hybride techniek. En dan heeft hij nog een keer een additionele 25 pk en zo'n 18 kilowatt om te regenereren. Ja, iets meer dan simpelweg een milde hybride met een startergenerator. Nou, kijk ook eventjes de video van mijn collega Remco Slump terug. Remco heeft je alle details al uitgelegd op ons YouTube kanaal en op onze site. Dus abonneer je op ons YouTube kanaal als je niks wilt missen. Ik maak een heel beperkt rondje nu rond de auto. En dan is één ding wat opvalt, is dat eigenlijk die vertrouwde vormgeving wel is gebleven. Ik mis een klein beetje de glossy randjes die zo'n Audi toch altijd wel chic maken wat mij betreft. Maar die zullen er ongetwijfeld ook wel qua accessoires en uitvoeringen bij te bedenken zijn. Opvallend is in ieder geval weer bekend kunstje van tegenwoordig. Koplampen met LED-techniek en achter zelfs met OLED-techniek. Die kun je personaliseren en je kunt dus diverse patronen kiezen. Ook niet nieuw, hebben we ook al gezien bij andere merken, maar wel leuk. Dan zie je dat die hele carrosserie eigenlijk wel wat forser is gemaakt. De auto is ook iets breder geworden. Hij is 4,82 meter lang en dat is zo'n dikke 6 centimeter, meer een kleine 7 centimeter beter gezegd, dan de vorige A4. Hier zie je vooral wat bollere wielkasten, bijna een beetje RS-gevoel krijg je erbij. Flinke aangezette dorpels, ook hier wel wat welvingen, het is geen saaie auto geworden. En hier zie je zelfs iets van behoorlijk brede heupen. En dit is dan eigenlijk nog maar die normale 204 pk met quattro-aandrijving. Hier dan de achterkant van die Avant in dit geval. Met een flinke rode lichtbaan die beide achterlichten verbindt, zien we bijna bij alle auto's tegenwoordig. Maar wat we niet bij alle auto's zien is OLED-techniek. Je ziet het, zijn eigenlijk mini-schermpjes die vervolgens in die achterlichten gemonteerd zijn. Hele geavanceerde techniek. Vraag me niet wat het kost als er zo'n unit aangaat bij een aanrijdingtje. Dat zal best aanzienlijk zijn, schat ik zo in. Maar ja, het heeft natuurlijk weer heel veel mogelijkheden. Je kunt hier alle mogelijke signalen meegeven aan je medeweggebruikers. Dreigt er gevaar? En bijvoorbeeld doordat die auto dat zelf signaleert met zijn navigatiesysteem, dan kan die hier gevarendriehoekjes laten zien. Of de andere bestuurders dat ook echt opmerken, is vervolgens de vraag.
Ander dingetje wat wel handig is in het dagelijks leven is zeg maar de anti-bumperkleefboodschap, noem ik het maar eventjes. Op dat moment gaan alle lampen hier aan, alsof je eigenlijk remt. Dus eigenlijk een soort geprogrammeerde brake check. Zal niet iedereen leuk vinden, maar als waarschuwing aan die auto achter jou dat hij wat meer afstand moet houden. Allemaal ontzettend leuk en het is allemaal mogelijk met die moderne techniek. Maar of het echt daadwerkelijk gaat werken en gebruikt zal worden, ja, dat is een beetje afhankelijk van de medeweggebruiker. Ons allemaal dus. Ja, voor de rest eigenlijk zijn totale design is niet heel spraakmakend als je het mij vraagt. Ik ben benieuwd, laat me dat weten in jullie comments op ons YouTube kanaal, wat jullie nou van het design vinden. Wat ik altijd wel aantrekkelijk vond van alle Audi modellen was toch wel dat ze een zekere chic uitstraalde, een beetje glossy, echt een luxe uitstraling. Dat mis ik in ieder geval in deze uitvoering wel een beetje. En het is ook niet heel nadrukkelijk sportief te noemen. Natuurlijk hebben we weer de gebruikelijke uitrustingslevels. Je kent het allemaal wel. Goed, de A4 is dus na 30 jaar inderdaad verleden tijd. Maar we hebben er een flinke A5 voor teruggekregen. In limousinevorm of, zoals deze auto, een Avant. En dat is het voorlopig. Dus helaas geen coupé, geen cabriolet en ook geen sportback. Nou ja, die sportback zou je over kunnen discussiëren. Want kijk je naar het huidige basismodel, die limousine. Dan hebben we dus over een auto met een vijfde deur. En toch wel iets een aflopende daklijn. Nou vond ik die vorige A5 sportback stiekem erg mooi om te zien. Dus die mis ik wel een beetje. Deze heeft een iets minder elegante lijn als je het mij vraagt. Ja, dat nieuwe uiterlijk, daar moet je misschien een beetje aan wennen. Toch, wat in zijn voordeel spreekt, denk ik, zeker als je naar deze Avant kijkt, is dat er toch wel weer een hele dikke auto staat met wat voor je gevoel bijna uitgeklopte wielkasten. Vergeet ook niet dat deze hele auto natuurlijk wat gegroeid is. Hij is dikke 6 centimeter langer geworden. Hij heeft een wielbasis van 2,90 meter. Ja, gewoon een forse auto die je echt wel bijna het A6 gevoel geeft. Positief. En als je hem dan ook nog een klein beetje vergelijkt met die Audi e-tron GT. Want daar vind ik hem ook nog wel wat van hebben. In limousinevorm dan wel te verstaan. Ook een beetje dat sportback gevoel krijg je ervan. En ook wel weer dik. En vooral modern. Iets meer high-tech eigenlijk. Stel dat je vrienden na een rondje om die auto nog niet helemaal onder de indruk zijn, dan weet ik zeker dat je ze over de streep trekt in die auto. Want zodra je in deze auto stapt, raak je toch echt wel onder de indruk van al die moderne luxe. Ja, moderne digitale luxe natuurlijk. En niet gek, hebben alle concurrenten. Hier in deze A5 zie je een indrukwekkend groot scherm. Eigenlijk onderverdeeld in 2 displays, maar wel in 1 behuizing. Dat zit er altijd in. En een derde display die je optioneel kunt bestellen. Die is natuurlijk bedoeld voor de passagier. Moet natuurlijk die bestuurder niet afleiden. En hoe doen ze dat? Nou, ze hebben eigenlijk een soort digitale lamellentechniek in die display gebouwd. Waardoor ik boven een bepaalde snelheid gewoon niks meer zie vanuit deze positie. Het enige wat ik nu zie zijn een soort van decoratievlakken lijken het wel. Bewegen niet, leiden verder niet af en het zou ook zo een plankje met die structuur kunnen zijn. Prima, ik zit heel erg goed in deze auto. Die zitpositie is uitstekend gewoon. Echt helemaal maatwerk voor mij en ik denk voor heel veel mensen, want hij is goed in te stellen. En Audi's zijn over het algemeen geschikte auto's voor langere mensen. Ja, je kunt het interieur van deze Audi aankleden met van alles. Ik rijd hier in een vrij traditionele opstelling. Of aankleding moet ik eigenlijk zeggen, met voornamelijk leer of Nappa leer. Je kunt hem nu ook krijgen met hele mooie andere interieurmaterialen. Bijvoorbeeld een bijna klassiek ogende tweed stof. Dat is onder andere tot stand gekomen door toedoen van onze Nederlandse interieurdesigner Matthijs van Tuyl. En al met al geeft deze Audi cabine je echt een premium gevoel. Prachtige afwerking. Alles functioneert uitstekend. Nodige glossy oppervlakken hier.
Ja, en ook wel genoeg functionaliteit. Opbergvakken zijn er voldoende. Je hebt een flinke middenconsole. Ja, en een fijn stuur om vast te pakken. Daarop ook op de spaken wat van die glossy toetsen. Die zijn niet alleen maar touch, maar ook haptisch. Dus je krijgt feedback op het moment dat je ze bedient. Dat is al beter dan alleen puur glossy. Ik vind het nog steeds niet optimaal, want ik heb net al heel wat stukken gestuurd hier over die fantastische Zuid-Franse bergwegen. En daar krijg je toch dat, zodra je keurig je handen op 2:15 houdt, dat je ongewild met je eigenlijk de duimen de toetsen bedient. Dus ik heb al een paar keer gehad dat toch het geluid aanging van de radio of hier de view veranderde. Over views gesproken, ik heb het al genoemd, 3 digitale displays dus. Met additioneel nog een keer een flinke head-up display. Die multifunctioneler is geworden, kun je voor meer dingen inzetten. Dan nog even over die 3e display. Die is natuurlijk voor je passagier. Die kan daar Netflix, Spotify, noem het maar op. Maar het is natuurlijk niet heel handig als je dat allemaal meekrijgt over de speakers. Nou is het nog niet zo dat Audi het mogelijk heeft gemaakt dat je met koptelefoons alleen dat scherm kunt beluisteren. Ik weet niet of daar aan gewerkt wordt, maar dat is nu nog niet zo. Je moet of inderdaad daar die film kijken en allemaal meeluisteren. Maar het is mogelijk ook met een optie via hoofdsteunspeakers wel te regelen dat deze hoofdsteunspeaker het geluid van jouw Spotify-passagier afspeelt en jij zelf iets anders luistert of het gebruikt voor de navigatie. Al met al een indrukwekkende cabine van een hele hoge bouwkwaliteit zoals we dat van Audi gewend zijn. Is natuurlijk een merk wat we zo'n beetje de maatstaf noemen als het gaat om bouwkwaliteit en interieurmaterialen. Dat is gelukkig nog steeds zo. Goed, rijden dan. Die 204 pk 2 liter TFSI is voor deze Avant, die toch wel richting de 2000 kilo gaat, al met al 1770 kilo. En dat is ook wel toch wel behoorlijk zwaar, een kleine 200 kilo als ik het wel heb, ten opzichte van de uitgaande A4. Is 204 pk een vermogen wat hem prima past. Maar hij is niet razendsnel. Daarvoor moet je die S5 hebben met zijn 367 pk. Of, en dat is voor Nederland waarschijnlijk de meest gemaakte keus, een plug-in hybride. Met die 299 pk of die 367 pk. Hoeveel die auto's gaan kosten weten we nog niet. Wordt later bekendgemaakt, gaan we ook pas later mee rijden. Dus dat blijft een vraagteken. Deze auto heeft een sportonderstel. Is 20 mm verlaagd. Heeft stalen veren. Je kunt ook een adaptief onderstel bestellen. En dan kun je de nodige rijstanden natuurlijk selecteren. Die rijstanden kun je redelijk goed vinden hier. Drive Select. En dan kun je kiezen uit Balanced, Dynamic, Comfort of Efficiency. Nou, ik zal hem nu op deze schitterende wegen eens eventjes in Dynamic zetten. Ja, en dan hoor je die motor ook iets meer, want schakelt gelijk terug. De bak die gaat in de sportstand. Kun je ook manueel doen met deze flippers. Keihard wordt hij niet. En top klinken doet hij ook niet. Want het blijft natuurlijk een relatief kleine motor in een vrij grote auto. Wat wel opvalt is dat hij heel precies stuurt. Preciezer en met wat meer tegengewicht dan ik eigenlijk gewend ben van de gemiddelde Audi. In ieder geval in deze dynamic stand. Heel woest wordt het niet met deze motor. Hoeft ook niet. Dit is een allrounder die in staat is tot hoge snelheden door een goede carrosseriecontrole. En dus een behoorlijk nauwkeurige besturing. Die besturing is progressief, dus er zit een progressief stuurhuis op. Dus die stuurradius die verandert afhankelijk van de situatie. En dat is een uitstekende voorziening. Dus afhankelijk van de situatie wijzigt die stuuruitslag. Het voelt heel natuurlijk aan. Aanremmen, insturen. Het gaat eigenlijk allemaal volgens het boekje. En hij onderstuurt gewoon heel laat. Dat merk je zelfs in deze hele krappe haarspeldbochten. Dit is echt wel een auto
waar je fors tempo mee kunt maken. Nou, je merkt het hier zo aan het tempo waarmee je de volgende haarspeld alweer op ziet doemen. In één keer is hij er. Hij remt goed te doseren af. Hij heeft altijd voldoende stopkracht. Geeft vertrouwen dus. Er is nog zoiets als brake blending. Prachtige nieuwe marketingterm van Audi. Wat zoveel wil zeggen dat het remsysteem nog beter is afgestemd. Bij de hybrides dan met name. In combinatie met dat regenereren. Dat zien we vaker natuurlijk terug. Dat die met name die auto's met hybride ondersteuning nogal een complex spelletje moeten vertonen. Die techniek moet goed geregisseerd worden. Nou, brake blending, het woord kun je wel wat bij voorstellen. Zorgt ervoor dat er een goede balans ontstaat tussen zeg maar dat regenereren en het daadwerkelijke remmen. Ja, dit is typisch zo'n auto die in alle opzichten gewoon correct is. Moeten we dan dramatisch doen over het verscheiden van die oude trouwe A4? Nee, flauwekul natuurlijk. Dit is in feite een uit de kluiten gewassen A4. What's in a name zou ik bijna zeggen. Het is in ieder geval een auto die wat toevoegt en weer een stapje verder zit. Met een indrukwekkende cockpit die goed functioneert ook. Prachtige bouwkwaliteit. Meer binnenruimte dan voorheen, want hij is niet alleen langer geworden, maar ook die wielbasis is wat gegroeid, waardoor je daadwerkelijk extra binnenruimte hebt gekregen. Je zit achterin uitstekend, bagageruimte is er voldoende. En dan de uitrusting is ook oké. Ja, dan resteert eigenlijk nog alleen het motorenaanbod. Dat is natuurlijk nu relatief beperkt in Nederland. 2 liter TFSI motoren, 150 of 204 pk. Met quattro in die meest vermogende versie als je wilt. Als Avant. En hij is er nog als S5. Dat is natuurlijk een kostbaarder auto met scherpere prestaties. Het huidige aanbod is relatief beperkt. Met die 204 pk en die 150 pk 2 liter TFSI motoren. Prima motoren, prima aandrijflijn. Niet heel sportief. We wachten met smart natuurlijk in Nederland vooral op de plug-in varianten. Hoe gaan die rijden? Hoe voelen die aan? En wat gaan ze kosten? Tot die tijd moeten we doen met dit aanbod. En dat is gewoon goed. Dit is een waardige opvolger van de A4. Die net wat meer te bieden heeft. Met een uitgebreide digitale cockpit. Een beter onderstel. Betere besturing. Voldoende ruimte. En zoals we gewend zijn weer van een prachtige kwaliteit.